zijn we op bezoek bij Lokaal 12. En onze gastheer en gastvrouw zijn Ab en Gea van Dijk. Wat gezellig dat we hier mochten komen. Dit is helemaal top, hè? Ja, vinden we zelf ook wel dat het wel vrij aardig geslaagd is. Ik kan me niet voorstellen dat jullie... Dat er iemand komt die zal zeggen, mog vindt niks. Nou, niet veel, nee. Nee, weinig gehoord nog. Ja. Nou, wou we eigenlijk even bij het begin beginnen, want je zit hier al heel lang in dit pand. Maar hiervoor was je ook al ondernemer, hè? Dat klopt. Ik heb aanvankelijk voor de familie Trompetter gewerkt. En dat was een beetje in de begintijd van het hele video gebeuren, dus filmverhuur. Nou ja, dat werd van lieverlee natuurlijk meer. En het was een winkeltje van, nou, ik geloof 65 vierkante meter. Op zondagmiddag één erin, één eruit. En anders dan hingen ze er met de benen uit. En 20 jaar geleden ongeveer, dacht ik of niet. Ja, 20 jaar geleden zijn we hier naartoe verhuisd. Hebben we aanvankelijk samen met Barend Roosboom hebben we hier de multimedia gerund. En na 2 jaar is Barend eruit gegaan. En hebben we de boekhandel ook overgenomen. Gea die had inmiddels de papieren voor de boekhandel. En nou ja, van daaruit zijn we eigenlijk verder gegroeid. Tot er een paar jaar geleden toch wel een beetje een kentering kwam. En nou ja, dan ga je op zoek naar wat nieuws. En dit is het geworden. Zullen we eens bij het begin beginnen? Hadden jullie verwacht toen je begon aan de markt met video's? Had je er rekening mee gehouden dat het toch op een gegeven moment weer afgelopen zou zijn? Nee, maar wie wel? Het is natuurlijk zo snel gegaan. Ja, zowel in de muziek, maar ook in de kantoorboekhandel. Toen wij deze winkel overnamen, begonnen we met 2 meter typlintjes. Ja, en nu, we verkopen ze niet. Zo heel af en toe komt er nog eens een keer iemand voor, maar dat is gewoon, niemand typt meer. Dus er is natuurlijk zoveel gebeurd en het is zo ontzettend snel gegaan. Ja, en voor ons, met name de laatste 3-4 jaar, is het echt in de versnelling gegaan. Kun je voorstellen dat er mensen zijn die het eigenlijk al niet meer bij kunnen houden dan? Ja, dat kan ik mij wel voorstellen. Ik bedoel, ik heb er zelf ook wel een poosje moeite mee gehad om het allemaal bij te houden, maar ja goed, je moet wel. En maar goed, als je iets nieuws aanpakt, dan daar krijg je ook weer een beetje energie van. En nou ja goed, ik denk dat we dat ook wel een beetje uitstralen, zowel met de winkel als zelf. Nou zijn jullie natuurlijk altijd heel actief geweest. Ook toen dit er nog niet was en je had alleen de voorkant met je boeken, je cd's en alles. Ik bedoel, ik kan me nog hier herinneren dat jullie in de boekenwinkel ook wel eens dingen georganiseerd hebben. Ja, heel veel. Bijvoorbeeld Harry Potter, dat was gewoon echt een waar event. Het is geweldig om te doen. Dus ja, we zijn altijd wel bezig gebleven. En ja, maar op een bepaald moment toen moesten we gewoon de keuze maken. En ja, we hebben echt, we zijn gewoon op zoek geweest. We zijn zo'n beetje heel Nederland doorgekrast om te gaan kijken van, wat gaan we dan doen? Ja, totdat we eigenlijk zoiets hadden van, we gaan gewoon door met wat we hebben. En ja, we zorgen gewoon dat we de beste worden. En we zorgen gewoon dat we die fysieke beleving weer toevoegen. Hè, want eigenlijk, alles wat wij hier in de winkel verkopen, kan je ook op internet kopen. Maar wat krijg je niet op internet? Dat is gewoon een fysieke beleving. En je krijgt ons niet, degene die vertelt wat een leuk boek is. Dus daar gaan we ons, daar hebben we ons eigenlijk al heel veel op toegespitst. En dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling van dit achterste gedeelte. Om het, om het nog leuker te maken, om mensen een reden te geven om naar de winkel te gaan. Want ik kan me voorstellen, als ik bij jullie kom en ik zeg, ik wil graag een boek van Gonzalek. Wat is het nieuwste boek van Gonzalek, bij wijze van spreken? Dan weten jullie daar vast wel iets van. Maar als ik dat op internet bestel, dan staan daar 4 regeltjes en daar moet ik het mee doen. Ja. Nou ja, goed, dat is ook die toevoeging die je wel in de winkel vindt en niet op internet. Dus ik, plus een stukje leefbaarheid in het dorp is natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Ik bedoel, ik praat niet alleen voor mezelf, maar ook voor de medemiddenstanders die ook gewoon belang hebben bij een levendig, en de dorpelingen ook. Dus je hebt belang bij een
levendige winkelstraat. En als we dat met z'n allen een beetje in stand willen houden, ja goed, dan zullen we toch af en toe eens naar de winkel toe moeten. Wat je in je eigen dorp moet kopen, moet je gewoon in je eigen dorp halen, toch? Ja, wat ons betreft wel natuurlijk. Ja. En ik denk dat het voor het hele dorp wel geldt. Want kijk, als er geen winkels meer zijn, dan gaan de restaurants weg, dan gaan de cafés weg. En dan, ja, dan gaat het, zo gaat het veel verder. En dat kan heel hard gaan dan, hoor. Ja, dat kan heel hard gaan. Ik bedoel, je ziet het al een beetje in de kleine dorpen. En dat zou gewoon heel jammer zijn, want we hebben gewoon een prachtige kern. En dat moeten we gewoon met z'n allen zo houden. Het komt er eigenlijk wel een beetje op neer dan dat de techniek een beetje, tussen aanhalingstekens, de boosdoener is. Hè? Het internet, de e-reader en al dat soort dingen. Ja, maar ik vind je moet altijd uitgaan van je eigen kracht. En als je bijvoorbeeld een e-reader, ik heb er geen beleving bij. Ik bedoel... Dat zie je toch ook wel. Dat lees je ook in de vakbladen. En e-reader, dat, ja, mensen waren er in het begin heel erg enthousiast over. Maar je merkt nu toch dat het niet geworden is wat men ervan verwacht heeft. Het is toch veel gezelliger om met een boek op de bank te zitten? Om een boek te voelen, om een boek te ruiken, om een boek in de handen te hebben. En ja, dat gaat voor veel mensen nog op. En er wordt nog steeds wel via een e-reader gelezen en ook wel online. En dat snap ik ook best wel. Want kijk, als je op vakantie gaat dan, en je wil veel lezen, dan een boek... Je veel meenemen in je koffer, dan, ja, goed, dan is zo'n ding natuurlijk een uitkomst. Dus, daar had ik al helemaal niet aan gedacht, joh. Ja, dat blijkt. Dan ben je bezig en dan ga je denken zo van, goh, wat zou ik willen? Hoe ontstaat zo'n project als dit? Is dat, zit je een keer bij elkaar en zeg je zo, oh, dat lijkt me leuk of dat lijkt me leuk. Hoe gaat zoiets? Nou ja, zoals Geer net al zei, we zijn zo links en rechts het land in geweest. En in Zwolle kopen ze een kerk en die knappen ze helemaal op. Maar goed, daar ontbrak ons de financiële armslag voor. En Geer die heeft een horeca-achtergrond, dus ja, dan is 1 en 1 2 natuurlijk. Ik bedoel, die heeft gevoel voor dat soort dingetjes, dus en ik ga er gewoon in mee. Nou, Alfred gaat straks nog wel even rond met de camera, maar als je ziet hoe het ingericht is, en dat komt het merendeel van jou, begrijp ik, hè? Ja, maar ik heb wel een beetje hulp gehad van Monique Borger, want we hebben het echt samen gedaan. We zijn gewoon gaan kijken zo van, nou, wat is de ruimte? Zo van, wat vinden we leuk? Wat vinden wij leuk? En toen zijn we gewoon op zoek gegaan. Welk idee was er eerst zo van, nou, we willen dingen erbij gaan doen? Of heb je eerst zitten nadenken over... De ruimte. Nou ja, je hebt een bepaalde ruimte tot je beschikking en wij hebben gemeend om een strakke winkel neer te moeten zetten met duidelijke aanduidingen wat, waar en hoe. En hier is het een klein beetje losser en een beetje huiselijker. En nou ja, dat leek ons een ideale combinatie om dat zo neer te zetten. Ja, maar vanuit het vak hebben we ook meegedaan aan bepaalde cursussen. Want er is natuurlijk in ons vak wel veel aan de hand. Hè, want het is natuurlijk best wel een lastige periode. Dus we zijn ook alle twee, eerst heb ik een cursus gedaan. Later hebben we nog eens dingetje samen gedaan. Gewoon eens met mensen uit het vak te gaan brainstormen van hoe gaan we dat doen. En toen zijn we een rondje Nederland gaan doen van nou, wat past bij ons. Want kijk... Het moet ook bij jezelf passen. Het is natuurlijk wel. Wij hebben ook wel geprobeerd om een beetje dicht bij onszelf te blijven staan. Want dan gaat het allemaal veel gemakkelijker. Als ik dit bekijk, zijn jullie gezelligheidsmensen? Ja, dat kan je ook wel stellen. Ja, ex-horeca en zij aan de verkeerde kant en ik aan de goede kant van de horeca. Dus dat is een goede combinatie. Jij bent bij de voetbal ook voor de derde helft? Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ook voor de gezelligheid, ja. Ja, ik vat hem. Ja. Jullie zeggen van, wij zijn kriskruis door Nederland geweest. Moet ik me dan voorstellen dat je dan bij collega boekhandels langs gaat om te kijken wat die gedaan hebben? Ja, maar dat blijven we ook wel doen. Want dat is natuurlijk, kijk, wij zitten natuurlijk alle binnen die vier muren. En dus af en toe moet je gewoon eens even ergens anders gaan kijken. Om te kijken van hoe je collega het doet. En dan word je gewoon geïnspireerd van. En dan word je ook weer blij van. Want we zijn 2 weken geleden zijn we naar Amsterdam geweest.
En natuurlijk is dit en zwart geen Amsterdam, maar je pikt er altijd een paar kleine dingetjes uit dat je denkt van hé, is dit niet wat voor ons? Zullen we dit eens gaan doen? Zullen we het eens zo gaan doen? Ja, en nou ja, goed, we organiseren natuurlijk veel, maar het is ook eigenlijk gewoon een beetje historisch gegroeid. Het is doordat we, net wat je al zei, dat we vroeger ook veel activiteiten hebben gedaan. Ja, dat komt eigenlijk allemaal zo makkelijk bij elkaar. Het gebeurt zelfs wel dat mensen gewoon hier binnenkomen lopen en die hebben zoiets van, en dan vragen ze van, goh, zou je dit eens niet willen organiseren? Dus ja, het past bij onszelf, het past bij onze winkel, want we hebben natuurlijk een winkel waar gewoon ontzettend veel, veel mee te doen is. We hebben veel handvaten om iets leuks te doen. Dan ga je, heb je dat en dan, dan moet er ook nog wat georganiseerd worden. Dan hoor ik Gea nu al zeggen zo van, ze komen vanzelf soms al binnen. Ja, dat klopt. Mensen melden zich spontaan aan. Ze hebben een iemand gehoord met een lezing wat ze aansprak. Nou ja, goed, dat kunnen we dan vervolgens kunnen we dat hier mooi organiseren voor ze. En toch een beetje de gastheer en de gastvrouw uithangen. Ja, en dan activiteiten, jongens, in dit schitterende gebeuren. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, lezingen, workshops, eigenlijk is alles mogelijk. Binnen de perken natuurlijk, want nou, ik schat dat we plaats hebben voor een man of 30. Oké, correctie, 40. Het wordt toch al iets meer. Ja, Gea, hoe gaat dat dan? Stel, ik wil een keer een workshop kaarten maken organiseren. Kom ik dan bij jou en vraag dan van hoe gaat dat? Ja, nou, hoe we het gaan doen. En dan gaan we het inpassen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld, je zei alles is mogelijk, maar we hebben natuurlijk best wel veel leuke dingen gedaan al. Want we zijn gestart met een leescafé. Mm-hmm. En daar zijn we nu, we hebben één avond gehad, dan gaan we in januari weer mee verder. Wat is een leescafé? Wat houdt dat in? Nou, we gaan gewoon met z'n allen zitten, een boek lezen en daarna over een boek praten. In een gezellig met een kopje koffie erbij, een wijntje erbij. Dat komt me bekend voor. Ja. Maar is het de bedoeling dat mensen bij jullie komen van kunnen we dit organiseren of pak je zelf ook dingen op? We pakken zelf ook heel veel dingen op. We hebben nu eigenlijk de afgelopen 2 maanden hebben we gewoon meestal 1 of 2 keer in de week hebben we wat. We zijn, we hebben het leescafé, filosofiecafé zijn we meegestart. We hebben aanstaande woensdag hebben we de laatste avond met Jan Bloemhoff een inspiratiesessie van drie avonden. Dat was ook ontzettend leuk. We gaan nog kerstkransen maken. We hebben aanstaande zaterdag hebben we Jeanette Lopes, een lokale schrijfster. Ze schrijft in dialect, die komt zaterdagmiddag. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben met Wouter Bessels van Dedemsvaartse Courant hebben een Pink Floyd avond. Dus zo komt het eigenlijk wel een beetje op je pad. En we proberen natuurlijk wel wat dingen in de agenda te krijgen. We gaan zelf ook eens op zoek. Het is niet alleen zo dat mensen binnen moeten komen lopen en dat we dan pas wat gaan organiseren. We hebben een ondernemerscafé gehad met een accountant. Dat was ook erg leuk, een ontbijt. Dus ja, zoals tot nu toe hebben we 2 keer in de week hebben we iets. En ja, wij hopen natuurlijk dat we gewoon met een jaar dat we gewoon dat het gewoon hier druk is. Dat het gewoon dat het gewoon elke dag vol is. Elke dag vol moet ik me dan voorstellen dat als ik hier in het dorp wandel en ik denk zo van, hey, nou wordt het toch even tijd voor een bakkie koffie. Nou, dat behoort wel tot de mogelijkheden. Ik bedoel, het is niet onze eerste gedachte, maar dat zou wel tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ja, want ik hoorde Gea zeggen zo van, jij hebt een horecadiploma, dus hoe ver zou je dat uit willen bouwen? Ja, ik sta er zeker voor open om hier ook koffie te gaan schenken. Ja. Maar goed, we zijn natuurlijk met een nieuwe formule begonnen en we hebben de handen vol. Dus we hebben eigenlijk tegen elkaar een beetje gezegd van, als we iets gaan doen, gaan we het ook goed doen. Dus wanneer we gaan starten met koffie, dan wil ik ook graag dat het goed is. Dus geef ons nog even de tijd. Nou, de koffie is toch goed? De koffie is er nu al. Ja, de koffie is lekker, dus daar ontbreekt het niet aan. Maar goed, als je hier echt een koffiecorner van wil maken, dan moet er ook personeel zijn. Dus dat moeten we allemaal nog in gaan vullen.
Maar in het nieuwe jaar starten we bijvoorbeeld met een mama café. We willen gewoon elke woensdagmorgen een mama café gaan doen. Dus voor alle moeders met baby's, die kunnen hier een kopje koffie drinken. En dan zullen we waarschijnlijk ook één keer in de zoveel tijd misschien eens een keer gastspreker in laten komen. Maar niet alleen wanneer er een gastspreker komt, maar het lijkt me gewoon zo leuk dat die moeders gewoon hier kunnen komen met een baby en de kinderwagen neer kunnen zetten. Een flesje in de magnetron kunnen opwarmen en gewoon met elkaar kunnen praten over... Die van mij huilt zoveel. Bijvoorbeeld, of wat doe jij, of wat voor voeding zal ik geven, of... Ja, en je niet rot voelen omdat de baby huilt. Nee, want dan kunnen er meer zijn die dat hebben. Heb je ook nog specifieke mannen dingen waarvan je denkt over, nou, dat kunnen we hier ook wel eens doen? Wat zeg jij? Whiskyproeverij wordt hier geroepen. Nou, dat verhaal met Walter Bessels, met Pink Floyd, dat spreekt mij natuurlijk wel aan als muziekman. Dus er komt ook een hele aardig bandje bij en die spelen nummers van Pink Floyd. En dat doen ze op hun eigen wijze. En ik hoop dat het een beetje leuk wordt. Ik vind het in ieder geval wel leuk. Een besloten feestje, zou dat hier ook kunnen? Ja, nou ja, het is allemaal bespreekbaar. Maar het is niet zo dat we elke avond een verjaardagsfeestje of dat soort dingen willen doen. De culturele dingen en mama cafés en dat soort dingen, dat staat op de eerste plek. Ja. En onze core business zit voorlopig nog wel in de winkel. Dus het is natuurlijk allemaal aanvullend. Ja, maar kijk, het zit hier nu gevestigd, dus het hoort er nu ook al bij. Hè? Het is één, toch? Ja, maar ja, goed, zoals Gea al zei, onze core business is natuurlijk de winkel. En goed, hier probeer je wat culturele dingetjes te organiseren, dus dat kan elkaar alleen maar versterken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar we verhuren het bijvoorbeeld wel. Stel dat je bijvoorbeeld met 10 mensen hier wil vergaderen, wil brainstormen over iets. Nou, dat kan, dan kunnen we de deuren dicht doen. En wil je een broodje, dan zorgen we voor een broodje. Wil je een hapje, dan zorgen we voor een hapje. We hebben het ook een beetje zo ingericht. Hè, dat mensen gewoon een eigen kopje koffie kunnen pakken. Dan kunnen ze gewoon een arrangementje afspreken. En wij zorgen dat alles klaar staat. En we doen de deuren dicht. En ze kunnen zich hier gewoon redden. En dan gaan de deuren dicht. Ja, dan moeten we vanavond toch nog even filmen hoor. Want dat is zo schitterend. Dat voel ik me helemaal thuis. Ja. Wat ons betreft wordt het morgen vroeg 7 uur, Ineke. Ja. Nou, ik denk niet dat mijn baas dat leuk zal vinden, want dan ben ik morgen niet al te fit. Ik heb eigenlijk zoiets, de mensen moeten gewoon, als ze in de winkel komen, kom even hier kijken. En heeft u iets in gedachten, informeer eens of het mogelijk is, want het is hier wel echt schitterend, hè? Ja, en ze kunnen zich ook inschrijven op de nieuwsbrief, want we zijn ook gestart met nieuwsbrieven een halfjaartje geleden. Dus we doen één keer in de maand een nieuwsbrief, daar staat ook de agenda op. We zijn te vinden op Facebook. Dus ja, ik denk dat je, als je wil weten wat hier gebeurt, dat we genoeg mogelijkheden... Wat is de site waar ik op moet kijken dan? Multimedia-shop.nl. En we hebben ook een site waar de agenda op staat, is www.lokaal12.nl. Ja, dat kan niet missen, toch? Nee. Dat kan niet missen. Nee. Goh. Hey, mensen, mag ik jullie hartstikke bedanken dat we hier op bezoek mochten komen. Ik wens jullie heel, heel, heel veel succes. Dankjewel. En ik denk haast, dat kan niet missen. Gaat lukken. Dankjewel.